De grote veldhuis, hak er maar van maken. Precies. Ja, goeie. Pieter Klaas en Johan, leuk om er binnen. Welkom. Nou, dankjewel. Utsneek Festival, zo neem ik het maar even. Yes. Strit Festival. Ja. Dus volgende week dan zetten we zo'n podia in de Stadel. En we hebben 36 acts en haast 700 deelnemers. Wauw. Dus het is echt een amateurfestival. Heel soort muziek, doens, theater, alles erop en erom. Ja. Heel leuk. De hele stad, toch? De hele stad, ja. Dus echt een liedje podia, de kroegen in? Of is het echt al je letterlijk op straat? Al je boeten. Ja. Ja, we hebben hier een binnenpodium, dat is de Martini Tjerke. Ja, die kent natuurlijk net... missen bij zo'n festival. Nee, dat dak ik net al, hè, tuurlijk. Nee, precies. En dus ik woon in de binnenstad. Ja. En wat voor muziek? Wat kunnen we al in verwachten, Johan? Nou, we hebben al jaren leuke acts. Het zijn bandjes van de muziekskwallen. Maar ik bijvoorbeeld New Landslide, die hoort ik hier in de uitsturing is. We hebben Rihanna, wie ik natuurlijk nog maar hier twee weken verliend. U is zeer bekend in Tesken. Ja, precies. Ja. En de Bogema Big Band. Vooral belangrijke Must. Altijd een zeer populaire onderdeel van uw festival. En dan vergeet ik nog wat, Pieter Klaas? Nou ja, van alles. Hebben de Besijzen 3 Rijks. Dus ik kan ze helaas net al je hebben nemen. Maar qua muziek, alle stijlen, dus alle genres. Jazeker. En net alleen nog muziek. Hè. Waar ik dans en theater erbij. Dus van alles. Ja, maar een duidelijk podium dus voor talenten bij hem daaruit. Ja, snits en omkrieten, begrijp ik wel. Ja, zeker. Ja, Pieter Klammer, daar hoort u die product mee de maanden, met jong talenten. Ja, zeker. Is dit best een moment dat ze even een moment krijgen van, nou, we kunnen u zelf even presenteren? Ja, absoluut. En wij vinden dat zo wichtig dat die jonge meisjes, maar dus ik de ouderen, dat ze gewoon een podium hebben waar ze op spielen kennen. Nou, en dat bieden wij ze. Dus ik denk dat de jongsten die binnen een Iris 8 en Jochen die gaan voor het eerst optreden. En ik weet net wie de oudste is, maar dat zal hier de 60 geweest zijn ook. Precies, de senior. Dus en er zit van alles tussen. Nou, dat is gewoon zo belangrijk, omdat je moet er gewoon mee te smartsie. En het snelst giet dat op een podium. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat dit extra dik scrum wordt in agendas. Van oh jee, 8 zeker. Juni, de man aan de bar. Ja, dus we hebben een soort oormeld systeem. Dus in februari giet dan de oormelding, giet iepen. En dan kan iedereen zich oormelden en dan maakt een programma. Dat kan eigenlijk nooit, want we hebben eerst volle acts natuurlijk. Maar dan... Ja, dan krijgen we dus toch al die bands en al die acts die krijgen we daar tussen. Ja. Ja, dat is echt te gek natuurlijk. Ja, is het heel wat anders als je naar de deelnemers... Word je bijvoorbeeld elke keer in het atrium zelf door of net? Nou, er zit natuurlijk heel soort oerlap in. Want we doen natuurlijk heel soort in snits. Dus Utsneek is echt een festival voor en troch de meesten die in snits les hebben of Wenny. En dus we richten nu nou echt even op snits. Ja. Maar inderdaad, dus er spelen soort bandjes van het atrium, maar Oorzom en ik, die komen dan ik weer vaak bij u. Dus dat is heel leuk. Ja. Je bent beide muzikant, Johan Dohek, best wel wat wend, maar dit is wel wat oors. Op straat te spelen is een heel andere dynamiek als in de zaal. Hè? Jazeker, het is natuurlijk hartstikke leuk. Meesken die toevallig voorbij komen. Maar ik mij de meesken uitsnit die dan mij de kranten in de hoorn. Want we hebben dan het programma dat stiet in Groot Sneek. Ja. En die komen dan echt zeggen, oh, dit bandje wil ik even zien. En dat groepje wil ik even zien. Dat is wel superleuk. Ja, je zelf ook meespelen trouwens? Ja, ik doe zelf ook even mij. Ik heb een koor, Avanti. En daar steen ik mij op de Marktstraat. En mijn dochter, die is nou section, die zit in een bandje, de Sensations. En die speel je ik. En waarschijnlijk moet ik daar ook nog even 1 of 2 nummers mij spelen. Ja, kijk, maar dan mag je even naar Teach Game Machine, dus dat het al je wil klappen, toch? Ja, dat klopt. Oh ja, en ik speel je ook nog mijn Rihanna mij. Echt dus, dus ik ben... En ik doch loert op het hoofdpodium, dus het is er wat heen en weer in de hele dag. Ja, ik hoop dat de Snijs een vrije dijnaam haast van net. Ik zou eens optreden, maar het gaat net terug. Dus okay. Ik ga wel vrij Snijs. Dat is net heel erg dus. Nee, net zo slim. Nee, ik denk dat spierpien haast worden daar in ieder geval. Ja, vast wel. Skets even ongeveer, is het Linde binnenstad? Hoe zit het die snits? Ja, dus in de binnenstad, we beginnen om Jelwien tot de Noerus Jelwensoorn. Dat is wel mooi compact, hè? Alleen de Mickey's is maar. Zeker, ja. Heel mooi opzichtelijk wat dat betreft. Ja, dus Maanske is nog naar de voetbal en dan kist hij naar Utsneek. En letterlijk alle plakken op straat en vaderwinkels, dus we hebben meestal maar heen willen. Ja, precies. Nou, we hebben dus het hoofdpodium hebben we op de Marktstraat staan. We zijn nog even bezig met één podium, want er is natuurlijk van de week een brand geweest. Daar zou een podium komen. Dus daar moeten we nog even zien. We hebben dat precies deel zetten, maar dat komt goed. Ja. Hoe het is mooi. En dan is het een beetje centraliseerd
rondom de Marktstraat eigenlijk. Ja. Dus dat, dat komt goed. Wat een organisatie met dit werk. Ja, zeker. Maar daar ben ik al een tijdje mee bezig. Ja, we hebben oren met een podium komen, oren met lood komen. Nou, jacht misschien wat minder, maar met al je wel organiseren. We hopen dat, dat de zin schiet. Dus dan dat lacht, dat, dat komt goed dan. Hij mag stiekem op Bajarade Sjoen of net? Nee, domo. Nee, ik net. Nee. wij hebben hier een afspraak. Ik verspel je, het wordt prachtig waar. Utsneek is altijd mooi waar. Ja, dat, en, ja toch? Ja, ja en altijd om jou zo'n Rijn gaat, dan vinden we dat net erg. Dan, dan is dat zo. Maar, ja. Iedereen moet natuurlijk erheen, net stenen, maar erheen. Precies. Parkeergelegenheden genoeg en misschien gewoon lekker de, het centrum. Ja, maar ik zou vooral lekker op de fiets komen. Dat is goed voor het lichaam. Ja. En ik voor de... Ja, voor de CO2-uitstoot, nou. Ben ik helemaal bij me eens. Goed. 8 juni, zet het in de agenda. Ik ga er vooral even heen.